Welkom allemaal, een hele goede avond. Welkom bij de vierde en laatste lezing in deze serie van gastschrijver Joke van Leeuwen. Mijn naam is Jennifer Ocon, ik ben hoofd- en programmamaker bij Studium Generale. En ja, vanavond ging, zoals u misschien weet, iets anders dan wij hadden gehoopt. Groningen kreeg in de afgelopen tijd code rood. En Antwerpen, hè, de stad in België waar Joke woont, kreeg dat ook. Waardoor het ja, eigenlijk niet mogelijk meer werd om Joke naar Groningen te laten reizen. Dat vinden we heel jammer, maar we zijn heel blij dat we het toch op deze manier ook voor elkaar kunnen maken. Onderin beeld kunnen jullie straks Joke in het heel klein zien. Maar mocht het zo zijn dat jullie haar groter willen zien, dan kun je dat gewoon aanklikken. Dus dan wordt het iets persoonlijker. Joke gaat namelijk een hele hoop afbeeldingen laten zien. De lezing die jullie zo meteen gaan horen, ja, zien ook, heet leestekenen. En het zal geïntroduceerd worden door Anna Dijk. Zij is ook lid van de gastschrijverscommissie. Maar dit lukte niet door technische problemen. Dus nu heeft zij iets geschreven ter inleiding. En dat ga ik even voorlezen. Namens Anna dus. Ik heb een herinnering van toen ik kind was en ik voor het eerst een boek voor volwassenen opensloeg. Tot mijn grote schrik ontdekte ik dat er geen enkele tekening in stond. Hoe moet dat dan? Dacht ik. Waar kijk je dan naar tijdens het voorlezen? Tegenwoordig lees ik genoeg boeken die alleen maar uit tekst bestaan. Maar als ik toch weer een boek met illustraties lees, maakt dat me nog steeds extra gelukkig. Alsof ik een extra cadeautje kreeg bij het verhaal. Ik heb het idee dat de illustraties tegenwoordig kinderachtig gevonden worden. En zoals Joke van Leeuwen ons al bij een vorige lezing vertelde, worden dingen voor kinderen als minderwaardig beschouwd. En dat is zo jammer, want illustraties kun je als lezer op een hele andere manier het verhaal intrekken dan tekst. Ik word dan ook erg gelukkig dat er mensen zijn, zoals Joke van Leeuwen, die zowel prachtig kunnen schrijven als tekenen. En ik ben erg benieuwd wat ze te vertellen heeft. Ik ook. Ik ben ook ontzettend benieuwd. Ik wens u een hele fijne lezing. Mocht het zo zijn dat u een vraag wil stellen. Rechts ziet u een paars stapblaadje. Rechts onderin ziet u een paars stapblaadje. Er staat een tekstwolkje in. Als u dat aanklikt, komt u in een chat. Heeft u een vraag tijdens de lezing? Stel hem alvast gerust. Ik bundel alle vragen en dan tegen het einde van de lezing gaat Joke deze beantwoorden. Een fijne lezing. Joke, ik geef jou het Ja, woord. ik ben te horen, mag ik hopen. Goedenavond allemaal. Ik ga weer iets heel anders doen dan de twee vorige keren. Toen stond ik daar zonder enig plaatje gewoon mijn verhaal te vertellen. En nu had ik een hele reeks beelden verzameld om het thema van vanavond, de interactie tussen tekst en beeld, te illustreren. En natuurlijk, als ik daar in levende lijven naast zo'n projectie zou staan, dan zou dat meer in evenwicht zijn. Nu, als ik beelden laat zien, dan ben ik nog een soort poppetje in de hoek. Maar ja, dat is niet anders. En ik ga beginnen. En nu zou ik het beeld moeten kunnen zien. Even kijken. Even wachten. We hebben net geoefend en nu zie ik het beeld niet. Ja, hè? Het is gelukt, hè? Ja. Ga ik dit nog even wegdoen. Dit is zomaar een voorgerechtje voor het geheel. Want je ziet hier twee cijfers en doordat er een tekst bij staat, krijg je er een andere associatie bij. Ik moest zelf denken toen ik dit zag aan hoe ik toen ik een jong kind was, hoe leuk ik het vond om de cijfers van 1 tot 10 op een blad te schrijven en dan van elk cijfer een tekeningetje te maken. De 10 werd altijd een bed en de 0 van de 10 werd het hoofdje en het streepje van de 1 werd de onderkant van het laken, want je had vroeger zo'n
deken op je bed en een laken dat je dan een klein beetje eroverheen had gevouwen. Die combinatie om iets te doen, want we gaan het niet over cijfers hebben, maar over letters. Om iets te doen met letters, om daar eigenlijk een tekening van te maken, die is al ongelooflijk oud. Hier bijvoorbeeld zie je een initiaal, een eerste letter, een S, uit de 12e eeuw. Gemaakt in een Cisterciënse abdij van Citeaux in Frankrijk. Je ziet een monnik aan het werk met een bijl en een dorsvlegel. Zijn lichaam is een beetje moeizaam, maar dat is nou eenmaal nodig voor die S. En het is eigenlijk ook een vrij eigenwijze letter, want in die tijd had de abt gezegd van dat klooster, bij Bernard van Clairvaux, dat allemaal niet zomaar mocht met een menselijke figuur erin. Hè. Er zijn altijd weer mensen die dingen bedenken die anderen niet mogen. Het mocht maar één kleur hebben, er mocht geen menselijke figuur op staan. Maar ja, dat kon ze dus niet zoveel schelen, ze hebben dat wel gedaan. Hier zie je een veel verder uitgewerkte gravure. Van iemand van wie men ook al weet wie het gedaan heeft. Die wordt meestal aangeduid als E.S. Een Zwitser-Zuid-Duitse maker. En gotisch, dat kan je ook wel daar enigszins aan zien. En het is rijk gevuld met allerlei taferelen. Je ziet onder meer links de Christoffel, vroeger de heilige Christoffel, die volgens de legende Christus, die daar boven op zijn schouder zit, door het water droeg. Het water zie je dan nog helemaal een beetje om de bocht. Overigens is deze Christoffel, heb ik gelezen, in 1969 van de katholieke heilige kalender afgehaald. Hoewel hij wel de patroonheilige was van de reizigers, verkeersdeelnemers, timmerlieden, schilders, pelgrims, fruithandelaren, boekbinders, schatgravers, hakenbusschutters, hoedemakers, tuinmannen, kinderen en zieken en lijdenden en de bewoners van Roermond. Wat die dus allemaal nu moeten, weet ik niet. Maar dit is dus een voorbeeld uit de 15e eeuw. Nou, dan gaan we een eeuw later. Oh nee, dat moet niet zo, dat moet zo. Dan gaan we een eeuw later. Dan zie je dat godsdienstige er wat af is. Dat het gewoon een mensenalfabet is. En ook niet zuinig. Kijk maar naar die M, hoe je erbij moet liggen om een M te worden. dit is dus gemaakt in de 16e eeuw. De eerste dit zo verzon en maakte, heette Peter Flüttner, dat was in 1534. Maar wat we hier zien, sorry, komt uit 1560. En het is ook een soort plezier, zie je, om van figuren letters te maken. En dat plezier is nooit verdwenen, ik heb er ook aan meegedaan. Dus ik laat nog wat van die voorbeelden van dat plezier van letters maken met beelden zien van latere eeuwen. Oh, ik vergis me steeds. Ja. Dit zijn tekeningen gemaakt door Honoré Daumier. Dit heeft hij gemaakt in 1836. Honoré Daumier is een bekende Franse tekenaar geweest. We kennen hem vooral nog omdat hij heel veel karikaturale tekeningen heeft gemaakt van advocaten en rechters. En soms zie je in die kantoren van advocaten nog zo'n tekening. In diezelfde tijd leefde de schrijver en denker Victor Hugo. En die heeft ook geschreven over het plezier van letters en beeld. Hij heeft geen tekeningen gemaakt, volgens mij deed hij dat nooit, maar hij heeft er wel over geschreven. Uitgaande ook van natuurlijk het feit dat letters van een teken afstammen, die tekens weer gemaakt zijn van beelden en dat die zo gegroeid zijn. Victor Hugo schreef bijvoorbeeld C, dat is de croissant en dat is de maan.
Ha-hash. Dat is de gevel van het gebouw met twee torens. El is het been en de voet. U is de urn. Zet is de bliksemschicht, is God. Dus ze waren daar behoorlijk mee bezig. En dat ging door in de 20e eeuw. Dit is een voorbeeld uit de 20e eeuw van Topor. Topor is ook een bekende Franse tekenaar. Ze houden daar blijkbaar nogal van in Frankrijk. En je ziet dat het beeld van de letter, hij heeft dat heel vrijelijk gedaan, net zo vrijelijk als in de 12e eeuw, als je dat madammetje ziet die de letter C is geworden. Het is niet alleen is het beeld verweven met de letter, maar hij heeft die letter dan ook weer verbonden aan het Franse woord dat met die letter begint. Dus onder de C staat une lettre de condoléance, een condoléancebrief. Onder de D staat une lettre de $1000, een brief van $1000. En dat komt dan ook terug in die tekening. Dit is dus ook gewoon het plezier van die combinatie van tekst en beeld. En dit is er eentje die ik heb gemaakt. Ik heb een keer een boek geschreven en getekend, dat heet Mooi Boek. En zo'n titel zou ik natuurlijk nooit geven aan een boek voor volwassenen, maar een boek voor kinderen die net aan het ontdekken zijn hoe interessant het alfabet is, daar kan je dat wel zo noemen. En ik heb daar een paar van dat soort alfabets voor gemaakt, die daarin staan. En dit is dus een heel alfabet van kinderen die dat dan nadoen. En in het echt heb ik gehoord, omdat ik daar mails van kreeg, dat kinderen dat ook echt probeerden na te doen. Maar gelukkig deden ze dat op de vloer. Want ik sta niet helemaal voor de gevolgen in als ze dat rechtop zouden hebben geprobeerd. Oh, ik neem steeds het verkeerde knopje. Dit is ook een alfabet dat ik heb gemaakt. Het is een combinatie van collage en tekening. Ik heb op een zeker moment een tentoonstelling gecureerd over ABC-boeken. Eerst was die in het Meermanno Museum, het Museum van het Boek in Den Haag, vlak bij het Centraal Station. En dezelfde tentoonstelling was daarna in de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Als je ooit in Antwerpen bent en er is een tentoonstelling daar, ga naar binnen, want ze hebben een prachtige zaal, een prachtige oude zaal, vol met oude boeken en een hele bijzondere sfeer, die ook een naam heeft, maar die naam is me nu dus weer ontschoten, zoals wel vaker gebeurt. Maar ik heb dus toen speciaal voor die tentoonstelling dit alfabet gemaakt, dat ook daarna in Mooi Boek kwam. Wat ik ook voor Mooi Boek heb gedaan, is een hele tijd met een fototoestel overal naartoe gaan en kijken of ik ergens een toevallige letter zie. Zoals ik hier in een vijver bij een museum in Twente opeens de hoofdletter K zag, toen ik naar dat groeisel daar in dat vijvertje keek. Zo heb ik een jaar lang mijn fototoestel in de buurt gehouden en een heel alfabet in dat mooie boek gezet van toevallige letters. Een F bijvoorbeeld zag ik in twee hijskranen die net achter elkaar stonden. Een verloren hengsel op een strand was een C. De achtersteven van een schip in Zuid-Afrika in Kaapstad zag ik opeens een A. En zo heb ik dat allemaal verzameld. Tijdens die tentoonstelling was er ook een prijsvraag voor mensen om zelf ook te zoeken. En heel onlangs nog kreeg ik een briefje van een meisje van 7. Kijk, zo ziet een briefje eruit van een meisje dat net heeft leren schrijven. Beste Joke van Leeuwen, mama en ik waren gisteren in het bos. Ik zag een A in de bomen. Toen dacht ik aan Mooi Boek. We hebben toen het hele alfabet gevonden in het bos. De moeilijkste letter om te vinden was de G. En daar kreeg ik een heleboel foto's bij van al die letters die ze hadden gevonden.
Hier zie je een specimen van beeldende kunst uit 1974, gemaakt door Pieter Laurens Mol. Ze noemden dit concrete poëzie of visuele poëzie. Eigenlijk hebben ze gewoon de letters van poem. Dit zijn de letters van poem in beton. Dus er staat poem, maar daar kan je niet zo goed mee lezen. Het is dus een driedimensioneel werk met vier letters. En het is een woordgrapje, want het is in beton. En beton is concrete in het Engels, dus concrete poëzie. Ik vind het een niet zo fantastisch woordgrapje, maar het is het wel. Nou, toen waren ze dus bezig met de visuele poëzie. En meneer Paul de Vree, die heeft daar dus een theorie omheen gebouwd. En ik wil jullie niet onthouden wat hij bijvoorbeeld heeft geschreven. Ik ga morgen met de studenten bezig over non-fictie en essays en dat soort dingen. En ik hou er natuurlijk erg van om verrassend en helder te schrijven. Nou, meneer Paul de Vree schreef dus zo. Bij de poesia visiva berust het huwelijk tussen woord en beeld niet op een continuïteit, maar weer op een metafoor, dat wil zeggen op hun distanciering en hun niet voorziene wederzijdse relatie, waardoor de aldus bekomen verbaal-iconische structuur een type van communicatie verwekt, dat stemmeling zijn positieve houding doet opgeven en zijn oordeelsbekwaamheid door participatie stimuleert. Dan weten jullie dat ook weer. De vrije beeldende kunst die sinds het begin van de vorige eeuw dus ook steeds meer letters, woorden en tekst in beeld bracht, eindigde vaak later in de eeuw met kunst die dan alleen een zin was. Bijvoorbeeld, ik herinner me nog dat ik in die tijd naar Kassel ging. Kassel is altijd zo'n plaats waar om de zoveel tijd, zal wel 2 jaar zijn of 4 jaar, een grote kunstmanifestatie is. En dat ik daar liep en dat ik zo neonlichtzinnen zag en schilderijen met alleen maar een zin. En dat ik eerlijk gezegd vaak dacht, jongens, zou je er niet eens een auteur bij halen? Oké, dit is dus letters in een bepaalde vorm. Nu ga ik naar de woorden en de zinnen. Dit is een pagina, ook uit mooi boek, van een strip voor kinderen dus, waarin die letters elkaar ontmoeten. Die O, die denkt, komt er nog iemand? Er komt de M, ze gaan bij elkaar staan. Dan staat er Mo en dan zegt hij, nee, dat is geen goed woord, dus ze draaien zich om, wordt het dan. En zo komen er steeds letters bij. En als de letter D erbij komt, dan willen de anderen die D niet hebben, want ze zeggen, met de D wordt het moord. Maar de D schuift natuurlijk de hele boel de andere kant op. En uiteindelijk wordt het natuurlijk het woord droom. Dan zijn ze daar heel tevreden over. Dus dit is ook een spel met zinnen, praten en letters. Hier, ook een voorbeeld. Het onderste voorbeeld. Bed. Staat ook in een mooi boek. Ik heb daar ook op allerlei manieren dus tekst en beeld bij elkaar gedaan. En in het Nederlands kan dat ook. Je kunt met het woord bed een behoorlijk bed maken. Dat gaat niet in het Frans. Het woord lit is natuurlijk veel te kort om daar een bed van te maken. Maar dat boek is dus in Duits vertaald en ik moest die tekening opnieuw maken. En ik dacht, ja, het ligt toch minder comfortabel met zo'n hoofdletter B. En ja, die 2 T's heb ik dan maar een nachtkastje met een wekkertje even bij gedaan. Maar zo moet je soms zoeken en moet ik hele tekeningen opnieuw maken om zo'n boek te kunnen vertalen. Daar nog een probleem mee. Dat zie je hier. Zo staat het in het Nederlands in een mooi boek. Het woord ladder, waarbij ik de A in de vorm gemaakt had als een ladder. Zodat dat beeld van die ladder dus ook de A werd van het woord ladder. Hetzelfde heb ik gedaan met het woord hond, dat ik zo heb opgeschreven dat het ook voor wie het wil
op een hond lijkt. Nou, dat moest dus ook in het Duits worden vertaald. Hund, dat ging natuurlijk wel, al kreeg hij een overruggetje. Maar ladder is in het Duits leiter. Ja, dus dat, daar zit geen A in. Dus hebben we zitten denken, hoe gaan we dat oplossen? En we hebben het zo opgelost dat we het woord aufsteigen hebben genomen. Dat er ook over gaat. En waar een A in zit. En zo moet je dan wel eens puzzelen. Maar dit zijn dus voorbeelden die ik graag maakte voor een mooi boek. En dat is dus ook echt een boek waar op allerlei manieren tekst en beeld door elkaar lopen. Dan heb ik hier een ander voorbeeld dat ik ook interessant vind. Dit is nog nauwelijks beeld en toch is het heel effectief. Het is het logo, een logo uit 1968 van een winkelketen die betaalbare werkschoenen verkocht. Ze hadden geluk, want ze heette Knap met twee P's. Ja, een andere letter hadden ze het zo leuk niet kunnen doen. Maar die ontwerper die heeft dus heel simpel twee kleine driehoekjes eraan gemaakt. Het is nog steeds de letter K en toch is er die suggestie van twee benen met schoenen eraan. Dus met zoiets simpels van alleen maar letters kun je toch beeld suggereren. Hetzelfde geldt voor dit beeld. Dit is een logo voor een tijdschrift dat nooit er gekomen is, Mother and Child. Maar je ziet, hoewel het alleen maar letters zijn, toch een associatie met beeld. Door die O, door die ampersand en door dat kleine woord child daartussen, heb je toch de associatie, ik toch, van een soort baarmoeder of iets in die geest. En dat is met alleen maar letters voor elkaar gebracht. En toen was ik, ik moest een keer wat iets doen in de bucherij in Wenen. En toen zag ik daar een voorbeeld op de gevel, waarbij met de letters eigenlijk iets auditiefs teweeg werd gebracht. Echo. Op een heel simpele manier staat hier heel duidelijk wat een echo doet. En hoor je de echo, als het ware, omdat het zo op die gevel staat. Een mooie vondst vind ik dat. Dit zijn woorden, korte zinnen. Je kunt natuurlijk ook een hele tekst in vorm geven, waardoor je die associatie hebt met beeld. Ook al bestaat het alleen maar uit letters. Dat is ook al iets heel ouds. Wat ze al heel lang doen. Dit bijvoorbeeld is een tekst, een eigenlijke tekst uit 10 eeuwen eerder, maar in het begin van de 17e eeuw is dit beeld gemaakt. En het is natuurlijk weer iets christelijks. Ik zie daar domini, domini, nou ja, christelijk. En Dit is dus een voorbeeld van hoe lang geleden al gespeeld werd. In dat Meermanno Museum trouwens in Den Haag hebben ze prachtige boeken uit het begin van de boekdrukkunst en ook daarvoor handschriften. Waar je allerlei van dit soort voorbeelden ook kan zien hoe de letters zo zijn geschreven dat het ook een beeld werd. Ik doe dat zelf ook wel eens als ik poëzie maak af en toe. Ik heb een keer een gedicht gemaakt in de vorm van een glas wijn, daar ging het over. En dit is ook een voorbeeld van een gedicht in een bepaalde vorm. Het kan zowel een kom zijn waarin iets kan gegeven worden, maar het steeds korter maken van die zinnen geeft ook het langzaam korter worden van het leven aan. Overlevering. Ouders kwamen aangedragen met wat zij van hun ouders kregen, zoals een onbereikbaar wezen en het handigen van schortjes, het eren en het leren en de schaduw van een oorlog, het ozewieze wozen en de pinda's op de kranten, het lachen en beleefde en omzichtig nog dat
door dat zij aaneengeschoven wij en de honger van vooruitzicht en de huiver van voorbij. Oh, mijn katheder gaat scheef. Zo. Oké, dus we hebben het nu over teksten die ook beeld zijn, daar voorbeelden van. Dit is een Arabisch voorbeeld. Je hebt de prachtige kalligrafische voorbeelden in het Arabisch. Dit gaat over een zekere Ali, een bloedverwant van de profeet Mohammed in de 7e eeuw. Deze Ali werd ook leeuw van God genoemd en daarom is deze tekst, die ik helaas niet lezen kan, in de vorm van een leeuw. En ik denk dat die staart geen letter is of geen Arabisch teken, maar je weet maar nooit. Daar weet ik niks van. Maar het is een mooi voorbeeld. Een ander oud voorbeeld is dit, is Hebreeuws. Het paard en die andere dieren, hun omtrekken bestaan uit een tekst in het Hebreeuws. Dit is een jachttafereel trouwens. Dat je niet denkt dat die daar wat anders aan het doen zijn, dat is gewoon een aanval op dat beest. Dus dat is weer een voorbeeld uit de middeleeuwen. En dit is een voorbeeld uit de 18e eeuw, begin 18e eeuw, uit Nuremberg. Christoph Weigel heette die meneer die dit gemaakt heeft. Dit was natuurlijk duidelijk ook een proeven van kijk mij eens mooi schoonschrijven. En dat is het ook. Het is een beetje uitgerekt, zie ik, maar je ziet wel hoe ingenieus dit in elkaar gestoken is. En dit is een voorbeeld van zinnen die gevisualiseerd zijn met hun vormen uit het begin van de 20e eeuw. Het is, we kennen die dichters wel, de Vlaming, Antwerpenaar, Paul van Ostaaien deed dat heel veel. Van Doesburg, Koert Zwieters en anderen ook. Dus typografie. Eigenlijk hadden ze die typografie en wat je ermee kon doen van de reclame afgekeken. En dit is een omslag van een tijdschrift van de futuristen die toen in de kunsten lawaai gingen maken. En die Marinetti, die je daar bovenaan ziet, dat was een van de voortrekkers van die beweging. En hoewel er ook een paar vrouwen actief waren, was het toch eigenlijk een beweging die heel agressief was en vrouwvijandig. Dit stond bijvoorbeeld in het Futuristisch Manifest uit 1912. De tijd dus voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, niet in Nederland, wel in België. Als je daar de gevolgen van wil zien, dan moet je naar West-Vlaanderen gaan. En daar zijn nog ongelooflijk veel sporen van die Eerste Wereldoorlog, allemaal begraafplaatsen nog. Heel lang en misschien nog wel hebben boeren op hun akkers, hoe noem je dat, granaten of al dat soort ellende teruggevonden. En als je daar ooit bent, in de stad Ieper, een stad die in de Eerste Wereldoorlog totaal kapot gemaakt is en heropgebouwd zoals die eruit had gezien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rotterdam, die dat gebombardeerd werd in de Tweede Wereldoorlog en heropgezet is, niet herbouwd is, niet in op de manier zoals het was, maar op een andere manier, een nieuwere manier. Voor de Eerste Wereldoorlog, die soldaten gingen vaak zingende aan het vechten, die dachten dit wordt fantastisch en de vrouwen stonden met bloemen aan de kant van de weg. Enfin, die sfeer in die tijd. Toen schreef het Futuristisch Manifest in 1912, ik citeer, wij willen de oorlog verheerlijken. Enige hygiëne van de oorlog, militarisme, patriotisme, de verwoestende daden van de anarchisten, de mooie ideeën waarvoor men sterft en de minachting voor de vrouw. Nog zo'n voorbeeld van
alleen maar tekst en toch heeft het een beeld, want dit gedicht heet Il pleut, het regent. Het is ook een Frans gedicht dus uit 1917, gemaakt door Guillaume Apollinaire. Hij was soldaat in de Eerste Wereldoorlog en hij stuurde dit soort gedichten naar zijn vriendin. Kort na de Eerste Wereldoorlog was hij een van de slachtoffers van de pandemie, die Spaanse griep heette, die een jaar of twee volgens mij heeft aangehouden en die miljoenen, echt miljoenen slachtoffers heeft gekost. Zover zijn we niet en hopelijk nooit met onze huidige pandemie. Maar het is ook weer een voorbeeld van een beeld maken met tekst. Nog zo'n voorbeeld uit weer een beetje later, 1986, van een Zwitserse vormgever, Troxler, die een affiche maakte voor een avond waarin de jazzpianist, die toen heel bekend was, Thelonious Monk, herdacht werd. En ik kan me voorstellen dat er vormgevers zijn die dit geen goed affiche vinden, die zeggen op een affiche moet je meteen kunnen zien, wat is er aan de hand, waar is het, hoe laat begint het? Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat er ook mensen toen dachten, ik wil dat hebben en ik wil dat ophangen. In als een subtiliteit. Dit is een schilderij dat iedereen kent die ongeveer mijn leeftijd heeft. Er zijn een heleboel posters van gemaakt. Er staat alleen maar love in een heleboel harde kleuren. En dit was in de jaren 60 van de vorige eeuw enorm populair. Het is in 1964 gemaakt door Robert Indiana. Hoorde bij de pop art uit die tijd. En het heeft dus al de sfeer van wat tweede helft jaren 60 opkwam. Flower, power, hippies, love and peace en bloemetjes. En denken dat de wereld allemaal beter zou worden, wat natuurlijk niet het geval was. Zoals we wel konden verwachten. Dat ze later al met al die letters bezig waren, dat had ik al gezegd. Maar dit is dus ook weer zo'n voorbeeld. Een heel actueel voorbeeld. Dit is een bladzij uit een boek dat Ted van Lieshout, een collega van mij, die zowel kinderboeken schrijft en voor volwassenen heeft, die eigenlijk vooral twee boeken voor volwassenen geschreven, die teruggaan naar het feit dat hij als jongen van een jaar of 12 een ervaring had met een pedofiel. Daar heeft hij een paar mooie gedichten over geschreven, heeft dat boek daarover geschreven, twee boeken daarover geschreven in feite. Maar goed, hier heeft hij dus een boek geschreven, dat gemaakt moet ik zeggen, typografisch vooral gemaakt, dat er aan de buitenkant echt uitziet als een kinderboek met een sneeuwpop erop. En het heet Ze gaan er met je neus vandoor. Maar van binnen is het echt een leeftijdloos boek. Waarin op een typografische manier er een strijd ontstaat tussen de rode en de zwarte letters. Er valt ook altijd wat te lezen, dat zie je. Hè? Opgeruimd staat netjes. En zo heeft hij dat hele boek gemaakt. En hij heeft dat ook gekoppeld aan die Eerste Wereldoorlog. Hij was blijkbaar in West-Vlaanderen geweest. En heeft daar dus ook een gedicht. Maar de essentie van dat boek is dat typografische spel. Waarbij dus ook, het is dus op een bepaalde manier beeldend. Maar minder beeldend dan dat je er precies een kruis in ziet of zo, zoals in het begin. Ander knopje, sorry. Ja, ik was dus in 2008 en 2009 stadsdichter van Antwerpen. En heb ook dus van alles samen met de vormgever kunnen realiseren. Mijn eerste gedicht was een bewegend gedicht. Daar wil ik op het laatst nog even iets over zeggen. Dit was een ander gedicht. Het was een vraag van... je ziet hier inderdaad niet meteen een beeld, maar op een andere manier speel ik wel met die letters, dat wil ik dus even vertellen. Ik was gevraagd door een tehuis waar gezinnen werden opgevangen
met veel problemen. Die vrouwen hadden vaak kindermisbruik gekend toen zij kind waren. Ik heb met die mensen gepraat. Ik merkte dat dat hakkelig was. Dus ik dacht, ik moet ook een gedicht maken dat een beetje hakkelt. En niet zoiets heel vloeiends. En dat gedicht is nog steeds te lezen hier. Dit is het Theaterplein in Antwerpen. Dat heeft dus een enorm dak, heel hoog. Waar altijd onder geskate wordt en de markt is daar enzovoort. En de laatste regel van dat korte gedicht, zie wat ik zeg, dat ik niet zeggen kan. Dat is door mensen die ook alpinist waren, want die anderen durfden dat niet, op dat dak geplakt en een beetje op die pilaren. En je zag dus op dat dak alleen maar streepjes. Maar als je op een bepaalde plek ging staan, waar dus ook die foto gemaakt is, en je maakte die een beetje kleiner, dan vielen al die streepjes samen en kon je dus verticaal op dat horizontale dak lezen, zie wat ik zeg dat ik niet zeggen kan. Dus dit is op een andere manier gebruik maken van een beeld. Want ik heb dit verticaal gemaakt samen met de vormgever. Hebben wij dit helemaal uitgetest natuurlijk en toen daarop geplakt. De architect vond het prima, dat dak stond er toen nog niet zo lang. Maar er was een schepen, zo heet hier de wethouder, een schepen van die werken. En die was zo trots dat dat ding daar stond en die vond het niks dat er al wat opgeplakt zat. Dus dat was weer een gedoe in de gemeenteraad. Uiteindelijk, na een aantal maanden, moesten we het eraf halen. En hebben we een andere oplossing gevonden voor hetzelfde idee. Dan moet ik even, denk ik, naar een andere... Moet ik even kijken hoe dat moet. Dan moet ik terug. Moet ik die tweede vinden. Ik blijf nu in die eerste zitten. Hoe moet ik naar de tweede toe? Ja, hier heb ik hem. Nu delen. Ja, jullie zijn nog niet weggelopen. Ik heb een alternatief gevonden. Samen met die vormgever. Hier staat ook die laatste regel op de muur. Tussen het Stadstheater en de Stad Schouwburg en de Schouwburg voor Kinderen en Jongeren. En we hebben op een andere manier gezichtsbedrog gebruikt. Als je deze foto ziet, dan zie je allemaal scheve verticale lijnen. Maar als je er vlakbij staat, dan zie je dat al die tegels gewoon rechthoeken zijn. Vierkanten zijn. Dus dat het helemaal recht is. Dat is dus niet alleen een spel, dat is ook symboliek van, als het over die thematiek gaat, moet je wel goed kijken. Anders zie je niet wat er allemaal gebeurt. Dat is waar het op neerkomt. Dat gedicht heb ik dus even niet bij me. Dat is jammer, dan kan ik dat niet voorlezen. Nou ja, geeft niet. Oké, tekst en beeld. Ik ga nu weer op een andere manier daarmee verder. Namelijk hoe tekst je manier van kijken naar een beeld kan beïnvloeden. Dit is een tekening die Paul Klee gemaakt heeft in 1940. En ik vraag wel eens, als ik die mogelijkheid heb, van wat zou je er voor titel aan geven? En dan zijn er mensen die zeggen bijvoorbeeld twee versierde stoelen in een scheef bos of zo, ik noem maar wat. Maar als je dan weet wat Paul Klee er als titel aangegeven heeft, namelijk dansende vruchten, dan heb je kans dat je er opeens anders naar kijkt. En op die manier kan tekst de manier waarop je naar een beeld kijkt beïnvloeden. Hier hetzelfde voorbeeld, maar dan anders. Een mes, dat is het eerste wat je denkt. Maar je kunt ook Magritte's Ze zien er pas een piep indachtig denken. Nee, dit is geen mes, dit is een plaatje van een mes. Een projectie van een mes.
Maar als ik het woord vogel zeg, dan zie je misschien opeens, of zag je het al, bovenaan, zonder dat het ooit de bedoeling was, een vogelkop met een oogje. En dat is ook een voorbeeld van hoe tekst de manier waarop je naar een beeld kijkt kan beïnvloeden. En andersom, maar meestal is het de tekst die het beeld beïnvloedt. Hier bijvoorbeeld, dit is een foto die in de NRC ooit heeft gestaan. En daar stond onder: Vladimir Poetin, ietwat verloren tussen de Europese regeringsleiders op de topontmoeting in Finland vorige vrijdag. Dus je moet eigenlijk kijken naar die foto en denken, ja, ja, die Poetin die staat er wel erg verloren. Terwijl het net zo goed kan zijn dat meneer Poetin daar staat en denkt, waar blijft de koffie? Dus die tekst wil eigenlijk de manier waarop je naar dat beeld kijkt beïnvloeden. Ik heb daar zelf een keer een andere ondertekst onder gezet, namelijk, en dat is niet waar dus, de Europese regeringsleiders zoeken naar de lens die uit het oog van Poetin gevallen is. En als je dat eronder zet, dan zie je misschien opeens hoeveel van die regeringsleiders naar de grond aan het kijken zijn. Waarschijnlijk om niet van de trap af te vallen, maar dit beïnvloedt toch ook. Ik denk, tenminste, ik ga er maar vanuit, dat je dan opeens denkt, ja, er zijn er wel veel die naar beneden kijken. Als voorbeeld weer. Volgende. Dit is een oude reclame. Een oude reclame, links voor horloges, rechts voor parfum of eau de cologne, dat werkt. En je ziet dat ze gewoon het product laten zien. Dit kan je kopen. En daar staat dus nog het een en ander aan tekst bij. Maar dan heb ik nu een reclame van dezelfde producten, maar van niet zo lang geleden. En je ziet dat die reclames exact hetzelfde zijn. Allebei twee mooie jonge mensen die of elkaar bijna kussen of er net mee klaar zijn of denken ze het gaan doen. Enfin, dat werk. En links zijn het horloges en rechts is het parfum, maar je ziet nauwelijks de producten zelf. Wel natuurlijk de merknamen, de tekst zijn merknamen. Verder geen uitleg, zoals daarnet. Die twee horloges staan niet eens exact op dezelfde tijd. Zo onbelangrijk is het. Dus er is een soort, er is niet meer alleen van koop dat. Er is ook een soort meta-boodschap. Als je dat koopt, nou, dan krijg je wel hele fijne dingen. Ja, een beetje hemels. Dat krijg je dan wel, maar moet je het eerst kopen. En dat deed me denken aan hoe schilderijen vroeger zijn opgebouwd vaak. Hier hangen ze ook in het Museum van Schone Kunsten, maar dat is al jaren dicht. Dit is een 15e eeuw schilderij van Memling. En eigenlijk zie je beneden het aardse en boven het hemelse, waar ze allemaal naar streven. Alleen die reclames, dat is dan een soort kapitalistische hemel. En dit is van kort geleden een affiche van de extreemrechtse Vlaamse partij Vlaams Belang. Ons land, onze mensen, onze toekomst. En dat ons niet bepaald een inclusief ons is bij deze partij, wordt bevestigd door de keuze voor beeld. Een kindje dat niet blonder en niet blanker kan zijn. Het is dan ook een zeer een partij voor wie ons, die het heeft over ons, de Vlamingen en de anderen. Iets verder van waar ik woon aan zo'n brede lei hier, is hun kantoor. En op die gevel staat ook eerst onze mensen. En als ik daar met de tram
in Vlaams-Nederlands tram voorbij kom, dan denk ik ook steeds, ze hebben het niet over mij, al is het meer dan een halve eeuw geleden dat ik deze kant op kwam, omdat mijn ouders deze kant op kwamen. Oké. Combinatietekst, beeld wordt natuurlijk ook door in humor gebruikt, door opeens een andere associatie te hebben dan de gebruikelijke. Dus dat kan je bijvoorbeeld hier zien. De afstandsbediening. Dit heb ik al een hele tijd geleden getekend, maar het is met die coronatijd natuurlijk een heel actuele vorm van bediening. Maar dat was niet de bedoeling, het was het idee van opeens kijk je anders naar dat woord afstandsbediening. En dan kom ik bij het soort, dan moet ik weer een andere groep open doen. Even geduld, want nu moet ik weer terug naar dat rijtje, Karin. Kun je mij dat rijtje geven weer? Ja, dat is hem. Oh, heerlijk dat er iemand is die dit voor mij doet. Stripverhalen. Stripverhalen zijn natuurlijk ook een ultieme combinatie van tekst en beeld. En je ziet hier dat het hele idee van een cartoon, cartoons ook, hè, cartoons en stripverhalen wil ik het even over hebben. Helemaal niet natuurlijk, maar wat gedachten erover. En je ziet dat het hele idee van balloons, hè, en met zo'n met zo'n slurfje eraan dat naar die mond toe gaat, dat dat ook niet iets is van de laatste tijd. Want dit is een brief uit 1493 van een graaf, de graaf van Meurs, die schreef aan Karel van Egmond, maar ik weet niet wat die mensen allemaal verder zijn. Maar dit bevindt zich in het Rijksmuseum en het is een heel oud voorbeeld van dat wat men in cartoons en stripverhalen doet. Met balloons laten zien dat mensen aan het praten zijn, dat toen al in de 15e eeuw bestond, dat het al bestond. Dit is dus een cartoon. Ik ga twee cartoons laten zien waarbij het beeld verschillend is. Hier is een tekening van een groot plein vol met mensen. Twee mensen staan op die verhoging en die ene zegt tegen die andere, I've forgotten what I came here to talk about. En dat is natuurlijk de grap. Hij staat daar en hij weet niet meer wat hij zeggen moet. Als je die tekst weg zou halen, dan zou je eigenlijk een gewone tekening krijgen, namelijk herkenbaar. Veel mensen, niet in coronatijd, maar normaal gesproken wel, veel mensen op een plein. Dat is een gewone tekening. Die tekening wordt ongewoon door dat stukje tekst dat hij vindt en zegt, I forgot what I came here to talk about. Dat is anders dan bij deze. Dit is een cartoon van Glenn Baxter. Die andere was een John Glasson, maar dat vergeet je natuurlijk toch weer zo. Ik heb het ook opgeschreven. Van Glenn Baxter. Glenn Baxter was ook eind vorige eeuw opeens een beetje bekend. Want hij was vertaald door Kees van Kooten. En de onderschriften zijn altijd semi-plechtig zo. Tot de plichten van mijn zuster behoorde het bijstaan van mijn vader in zijn strijd tegen Roos. Als je die tekst weg zou laten halen, dan zou het nog steeds geen gewoon plaatje zijn. Het is een plaatje waarvan je zou denken, wat gebeurt daar? Wat is dat? Wat is dat voor berg daar? En wat doen ze daar? Dus het is veel minder herkenbaar als plaatje. Dus het heeft ook een soort absurditeit. Een droge, voor sommige vervreemdende absurditeit. Maar dat is dus weer een andere combinatie tekstbeeld dan de vorige die ik liet zien. Sommigen vinden dat een soort nieuwe lulligheid. Het is al niet meer nieuw. En of het lulligheid is, mag je zelf bepalen. Dit is een beeld uit The Arrival van Sean Tan. Die dus een verhaal vertelt met alleen maar beelden. Hij heeft er helemaal geen woorden bij gebruikt, maar hij vertelt wel een verhaal.
Hij vertelt het verhaal, geïnspireerd op zijn ouders, hij is een Australiër, over hoe het voelt als immigrant ergens komt waar je iets weet, waar je niks kent. En ze hebben dus niet die immigrant als een vreemde, hij heeft dus niet die immigrant als een vreemde getekend. Hij heeft de wereld waar hij terechtkomt als bevreemdend getekend, zoals je dat hier ziet. En waar ik nu ook inderdaad even over wil hebben in dat opzicht, dat is dat er prachtige graphic novels zijn voor uitsluitend volwassenen, of voor volwassenen en kinderen, jongeren. Maar in eerste instantie is dit denk ik een boek voor volwassenen. Maar dat heel gauw van dit soort graphic novels, omdat er zoveel tekeningen in staan, dat het bij de kinderboeken wordt gezet. De Nederlandse vertaling, want er is natuurlijk geen vertaling behalve de titel en zo, van dit boek is bij Querido uitgegeven in de kinderboekenafdeling. En dat zie je vaker. Hier bijvoorbeeld. Dit is een stukje uit een strip van Chris Ware. Chris Ware is ook een hele interessante Amerikaanse striptekenaar. Het is ook een beetje uitgerekt, maar dat kun je wel een beetje, klein beetje minder uitlaten in je gedachten. Het is volkomen duidelijk als je deze beelden ziet dat dit voor volwassenen is. Een vrouw staat daar onzeker. Die man ligt in bed, maar die heeft geen interesse in haar. Hij kijkt op zijn tablet, kijkt nog even om. En zij zegt, just feeling a little self-conscious, that's all. En toch stond dit in de New York Times in de top 10 van kinderboeken. Er is dus nog steeds een soort verwarring die voortkomt uit lang geleden. Is het met plaatjes, dan is het voor kinderen. Terwijl dat natuurlijk onzin is. Er zijn schitterende graphic novels. Ik heb een keer een boek gemaakt over beelden en kijken en zo. Het is helaas niet herdrukt omdat het overnemen van voorbeelden zo duur was. Maar dan gaat het ook even over stripverhalen. En dit zijn er twee plaatjes uit. Bovenin gaat het om dat één zo'n klein wit stukje tussen twee plaatjes genoeg is om bijvoorbeeld 40 jaar te overbruggen. Zolang je maar het verband ziet tussen het eerste plaatje en het tweede plaatje. Toen ik voor het eerst van me liet horen en dan dat kind, nee, dan weet je het over hem. En zo kunnen stripverhalen, zo is dat wit daartussen ook belangrijk. Want soms duurt dat witte een seconde en soms duurt het witte 50 jaar. Dat kan allemaal in stripverhalen. Maar er moet er wel een verband zijn. En daaronderin zie je dat er helemaal geen verband is tussen die plaatjes. Behalve dat je zou kunnen concluderen dat het als een tang op een varken slaat. Maar als je dan geen verband kan maken, dan werkt het dus niet zo. Excuseer. Even een slok. Hier hetzelfde effect. Dat kind ligt op een zolderkamertje, roept mama. Als ik dan daarna een plaatje maak, het is een beetje een andere kleur geworden, van dat dak. En je ziet weer mama, dan is er toch niemand die denkt, nu is het dak opeens gaan roepen. Dan snap je dat verband. In films doen ze dat ook, maar in stripverhalen kan je dat ook doen. Dan snap je dat verband en dan kun je dat verhaal zo volgen via de combinatie van beeld en tekst. Dit is een stripverhaal uit het begin van de 20e eeuw en ik was daar weg van toen ik dat ontdekte in de jaren 70. Het is ook geen wonder dat het in de jaren 70 herdrukt is geweest. Het is een verhaal met telkens de meest bizarre dromen. Vaak zijn de teksten er niet eens zo bij nodig, is meer commentaar. Af en toe zijn ze er wel bij nodig. Maar het is een heel, het is, ja, Winsor McCay heet deze man. En hij is het meest bekend van Little Nemo in Slumberland.
Maar dit heet The Dreams of a Rare Bit Find, het Nederlands Dromen van een Smulpaap. En het is geen wonder trouwens, dus zoals ik zei, dat het in de jaren 70, toen al die bewustzijnsverruimende experimenten en nog niet zo problematisch dachten ze, drugsgebruiker was en met hallucinaties en zo, dat ze dit hebben herdrukt. Maar het is een heel bijzonder stripverhaal. Dat ik ja, dat veel betekend heeft. Je ziet dat er heel veel gebeurt. De tekeningen zijn heel belangrijk en de tekst is eigenlijk ondergeschikt aan die tekeningen. Wat andersom is bij deze, dit was ook een heel bekende strip in de jaren 70. Maar hier is het beeld weer ondergeschikt aan de tekst. Het gaat om een goede, het is telkens één pagina en het ging om een goede dialoog. Terwijl ze daar een beetje hangen en op elk plaatje blijven ze zo hangen. Dus het is een andere verhouding van tekst en beeld. Dit is Maus. Dat is een boek dat in daadwerkelijk het idee de, hoe sterk een graphic novel kan zijn, daar heel veel aan heeft bijgedragen. Het is het verhaal door Art Spiegelman van de oorlogsjaren van zijn vader. En daarbij heeft hij, en dat gaf toen nog behoorlijk veel gedoe, dus de mensen als dieren uitgebeeld. De Joden als muizen, de nazi's als katten, andere bevolkingsgroepen als honden of varkens. Maar het bleek enorm sterk te werken. En ook de manier waarop hij het heeft getekend. Zo eenvoudig en zo zwart-wit. Alles droeg bij aan een intens soort graphic novel. Dat werkelijk, denk ik, het boek was dat een omslag gemaakt heeft van stripverhalen. Dat is eigenlijk maar lectuur tot stripverhalen zijn ook beeldende literatuur. En ik ga nu een paar Vlamingen laten zien even gauw, omdat die nogal goed bezig zijn. Daarvoor moet ik weer, denk ik, een nieuwe hebben, waar ik vast wel meer mee geholpen word. Yes, oh heerlijk. Dit is Dominique Gobles, is een Brusselse. En je ziet dat ze weer totaal anders tekent, op haar eigen manier. Het is een vrij somber verhaal over ja, een moeilijk gezin en een moeilijke vader vanuit dat meisje. En je ziet ook in haar dialogen dat je ziet, dat die toon van waarop die vader praat, dat je meteen weet wat voor een type dat is. Oké, Dominique, al goed begrepen, afgelopen. Ik ga niet met jou in discussie. Roger, out, sowieso, enzovoort. Er zit weinig humor in, maar het is wel intens gemaakt en heel eigenzinnig. En dit is een stripverhaal dat ik ook zeer origineel vind. En het is gemaakt door O. Schrauwen, die in Berlijn woont trouwens, maar het is een Vlaming. En het boek heet Arsène Schrauwen, het gaat over zijn grootvader, die destijds naar Congo reisde. En hij vertelt het vooral. Hij heeft weinig beloens. Hij vertelt vooral het verhaal daar zo boven. Maar heel vaak associeert hij die tekeningen, maakt hij wat er in de tekst staat letterlijk in die tekeningen. Hier zie je dan dat hij aan het schrijven is en dat in de tekst geschrapt is. Of dat je dwars dat je die hersenen kan zien zitten. Het zijn allemaal van dat soort verrassende combinaties van teksttekeningen. In dat opzicht vind ik het een behoorlijk uniek boek, dat waarschijnlijk helemaal niet bekend is in Nederland. Arsène Schrauwen heet dit, ik wou het toch even laten zien. Dit is mijn enige stripverhaal dat ik op de computer heb gemaakt. En daarmee heb ik gespeeld met... de meeste van deze boeken zijn het alleen bij het Forum Groningen, mooi zo. Ik heb niks gezegd, het is er allemaal. En een paar dingetjes van mezelf. Dit heb ik dus, hier heb ik in het beeld, in de manier waarop ik de tekeningen maak, iets verteld over de twee soorten mensen waar het over gaat. Het gaat over een bergbeklimmer. Sorry, ik ga een beetje over tijd misschien. Nee, het is tot 9:30 in principe. Ik ben er bijna klaar hoor. Het gaat over een bergbeklimmer die van een berg afwaait. En die bergbeklimmer heb ik driedimensionaal getekend met schaduwen. En hij komt in een wereld die ik dus plat heb getekend, tweedimensionaal. En die mensen van dat tweedimensionale wereldje denken dat het bij hen
het beste is van allemaal. Ze kennen alleen maar water, maar ze kunnen zich niet voorstellen dat er iets is dat lekkerder is dan water, enzovoort, enzovoort. Ze begrijpen ook van alles niet. Hier staat het ook, hij wil terug naar zijn vrouw, hij roept Hanneke, Hanneke, en ze zeggen, hij wil een Hanneke, en dan gaan ze van alles zoeken, van is dit een Hanneke? Dus door de manier waarop ik het getekend heb, op twee manieren, heb ik die twee werelden bij elkaar gebracht. Dit is een pagina uit een van mijn kinderboeken, Kukkel. En dat doe ik vaker, dat dan zo'n stripje even een zijsprongetje is in het verhaal. Kukkel denkt dat hij een prins is, wil naar de koningin. De koningin is jarig, of weet ik wat het was. Ze krijgt cadeaus, die cadeaus worden ergens ingeleverd. Dus Kukkel levert zichzelf daar ook in. En die praat daarover met een chauffeur, of weet ik wel, hij is dan nog niet naar binnen gegaan, geloof ik. En die chauffeur zegt dat ze een heleboel onzin krijgt. En dan is er even zo'n stripverhaaltje van, oh, ik heb onzin voor je meegebracht. Oh, nog blauwe onzin ook, mijn lievelingskleur. Die kan ik niet goed lezen. Wat zal dat mooi staan bij mijn andere onzin? Ja, nou, dan gaat het verhaal weer verder. En dit is uit een van mijn eerste boeken, De Metro van Mars. Waar je dus ook niet zonder die tekening kan, wil je het verhaal vertellen. Magnus komt ergens waar niets af is. De stoelen die hebben bijvoorbeeld maar 3 poten. Mensen vinden dat hopeloze stoelen. En Magnus zegt, ja, dat komt omdat er 4 poten moeten zijn. En dan moest hij dat voortekenen, maar hij kan niet zo goed tekenen. Dus als ze dat namaken, zit die stoel nog beroerder. Dus dat is ook een combinatie teksttekening die niet uit elkaar te halen valt. En dit heb ik later gedaan, dus toen ik met de computer bezig ging. Dit is het boek Kweni, dat kwam in 2003 uit. Heeft in Nederland dus niks gedaan, in Duitsland en België wel. En dat meisje, Kweni is dus iemand wiens verhaal net begonnen is. Dus hij weet niet hoe het verder gaat, dat meisje noemt hem Kweni. En ze gaan samen op zoek of ze zijn verhaal kunnen terugvinden. Maar ze komen natuurlijk in allerlei andere verhalen, langere en kortere. Maar eerst krijgt hij chocolademelk, die valt om en dan ziet die bladzijde er zo uit. En achterin kunnen ze dan terugvinden wat er onder het doekje ligt. En het is heel grappig om te zien dat er kinderen zijn die dit dus ongelooflijk leuk vinden. Zomaar een doekje op de bladzijde zit. En dat er ook kinderen zijn die daar geïrriteerd door raken. Want zo hoort een bladzijde van een boek er niet uit te zien. Dit is een van de laatste pagina's. Als er nog een paar verhalen worden geprobeerd. Het verhaal dat niet wist waarover het ging. Dan zie je dus die hand met dat bord. En dat wordt dan op een heleboel manieren geïnterpreteerd. Datzelfde plaatje. Nee, er was een man die met borden smeet. Nee, er was dus een man met een platte hoed. Nee, er was dus een man die een cadeau had gekregen. Enzovoort. Dus daar speel ik dus ook met een beeld. En hoe je dat als tekst kan interpreteren. Dit is een scraperboard tekening, schaafkarton. Dat is een dik karton met dik zwart karton. En daar krap je dus met een mesje het uit, tot het wit eronder tevoorschijn komt. En zo ontstaat die tekening. Dat werd vroeger heel veel gebruikt in de reclame, maar dat doen ze natuurlijk nu niet meer, nu de computers bestaan en zo. Ik heb dus dat soort tekeningen gemaakt bij een aantal poëziebundels, in een aantal poëziebundels. En ik ging er niet vanuit dat het illustraties waren. Ik dacht, mijn gedichten zijn gemaakt van gewone woorden die iedereen kent. Maar ik maak er poëzie van. Ik ga ook beelden maken van gewone dingen die iedereen kent, zoals een jas. Maar ik maak er een soort beeldende poëzie van. Dat was het uitgangspunt. Tot slot, ook zonder dat er beelden bij staan, wordt het natuurlijk heel veel beeldend gedaan. In poëzie bijvoorbeeld, heel veel beelden opgeroepen die dan in je hoofd ontstaan. Herman de Koning, een Vlaamse dichter, heeft een paar heel mooie persoonlijke boeken geschreven over poëzie. En in een van zijn artikelen schrijft hij dan over Craig Raine, een Engelse dichter. Craig Raine heeft bijna altijd van die vergezochte beelden. Meestal zijn ze heel fraai en een enkele keer bijzonder onbegrijpelijk. Dan zijn ze iets te ver gezocht.
Originaliteit kan zo origineel zijn dat niemand meer volgt. Bijvoorbeeld, het binnenplein met zijn keien lijkt op een braambes. En aanvankelijk zegt hij, zie ik daar niks bij, want een braambes is klein en een binnenplein is groot. Maar over een benzinepomp zegt hij, de pomp hield een pistool tegen zijn hoofd. En dat is dan weer een beeld, ook als je naar het plaatje kijkt, waar je heel goed mee uit de voeten kunt. Ik had willen eindigen met een filmpje van mijn eerste stadsgedicht, dat een bewegend gedicht is, waar we dus, het duurt ruim 3 minuten, en je ziet dat de letters, het gaat ook alleen met letters, hè, zoals het al eerder over had, alleen, het is beeldend gemaakt. Maar dat kon dus even nu niet in orde gemaakt worden. De code komt op de, hoe heet het? De code op de, de link, er is een link. De link is nu doorgestuurd. Je kunt het ook vinden als je intypt Joke van Leeuwen en dan hoe is het, kommetje T, en dan YouTube 1 woord, dan heb je het ook. Maar ik wil er een paar dingen bij zeggen. De reden waarom ik dat zo gedaan heb, samen met vormgever Bob Takens, dat is dat tot dan toe de stadsdichters eigenlijk alleen in de binnenstad bezig waren. Ik dacht, nee, ook buitenwijken, de districten, zoals dat hier heet, die moeten betrokken worden. En als ik nou een geprojecteerd gedicht maak, dan kan dat op allerlei plekken geprojecteerd worden, tegelijkertijd. Dus het werd toen in 2008 geprojecteerd op een muur van de universiteit in Antwerpen, maar ook in een supermarkt en in een bibliotheek en zo. Dat kon allemaal. En voor wie het wil gaan opzoeken, een paar dingen. Hoe is het, is een typische Antwerpse groet. Hoe is het, hoe is het? Dus dat is, daarom heet dat zo. Antwerpenaren noemen hun stad het stad, niet de stad, het stad, dat is Antwerpen. Kasseien, dat zijn straatstenen. De leien, dat zijn dus grote lanen. Hoe noem de golle, betekent hoe heet je. Een stoever is een opschepper. Een willewuiter is een onbeschofterik. En natuurlijk het woordje gij, dat betekent u en jij, allebei. Dus nou ja, als je zin hebt om straks even te gaan kijken, het staat op YouTube. Bedankt voor het luisteren. En dan mag mijn hoofd weer terug. Joke, ontzettend bedankt voor deze mooie lezing. Het is vast heel gek om het zo te doen. Maar er zijn wel allemaal vragen gesteld. En ik heb zelf eigenlijk ook directe vragen voor jou. Want ja. Ik ben heel benieuwd of er ook momenten voor jou zijn waarop bijvoorbeeld het schrijven niet zo goed lukte, maar het tekenen wel. Nou, niet zozeer van goed lukken, niet lukken. Maar wel dat ik soms dacht, ik ga beginnen met tekenen. Want dan had ik een tijd alleen maar geschreven en ik dacht, ik ga nu van het tekenen uit. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan. Ik heb een boek gemaakt dat heette De wereld is krom, maar mijn tanden staan recht. Dat was echt omdat ik dacht, nu wil ik tekenen. Nu wil ik tekenen. En het laatste kinderboek dat ik maakte, dat in juni is uitgekomen. Ik heet Reinier en ons huis is afgebrand, zo heet het. Dat heb ik meegemaakt dus bij de buren, dus dat kwam mooi uit. Maar daar heb ik dus eigenlijk dat voortdurend gecombineerd, letterlijk. Op de computer was ik bezig en ik had die tekst wel geschreven, maar tegelijkertijd moest ik al aan de beelden beginnen. En ook vroeger, toen ik die zwart-wit pentekeningen maakte, mijn manuscript, daar stond altijd dus al in waar een tekening moest komen en hoe die tekening eruit moest zien. Maar het is niet zo dat ik dacht, het lukt niet meer. Het is wel zo dat ik soms dacht, mijn hoofd is door omstandigheden niet springerig genoeg voor een kinderboek. En dat ik dan dacht, ik kan beter nu iets anders gaan doen. Dat wel.
Zeg, ik zie hier dat Lucas Hummel jou een vraag heeft gesteld. Lucas, zou jij misschien je microfoon en je video aan willen doen? Dat zie je in het balkje onderin en je vraag willen stellen. Ja, ik kan mijn microfoon wel aandoen, maar ik heb niet de mogelijkheid. Ah, nu wel, sorry. Video delen. Hallo. Ik vroeg me af of u wel eens voor een dilemma heeft gestaan in uw eigen werk, schrijfwerk, waarbij u ook wilde illustreren. En dat er een gebrek aan ruimte was om te illustreren. Waar ik dus een keuze moest maken van, ik wil dit eigenlijk illustreren, maar dat kan niet, want ik wil dat andere ook illustreren. En ja, eigenlijk is mijn vraag, waar baseert u de keuzes op voor illustraties in uw eigen werk? Dat is een vrij brede vraag, maar om even bij mijn boeken voor volwassenen te blijven. Ik heb een boek geschreven, een roman. Alles nieuw heet dat, als ik het me goed herinner. Heet zelfs dat. En daar heb ik ook heel bewust beelden bij gebruikt. Niet als illustraties, maar als onderdeel van het verhaal. Terwijl ik heb ook een roman geschreven en dat ging over ja, allerlei dingen, maar onder andere was de hoofdpersoon een kunstenares die enorm bezig was perfectie na te streven, waardoor ze eigenlijk ook voorbij die perfectie kwam. En toen dacht ik, ja, ik dacht eerst ook, zal ik er beelden bij maken? Nee, want mijn beelden zullen nooit perfect zijn en in de hoofden van de lezers moet dan iets perfects ontstaan als ik dat beschrijf. Dus dat soort dilemma's had ik dan wel eens. En wat belangrijk is, denk ik, bij illustraties of bij tekeningen in boeken, is dat ze ook werkelijk iets toevoegen. Dat het niet tautologisch is, dat je niet nog eens in beeld brengt, heel letterlijk, wat er eigenlijk allemaal al staat in de tekst. Dat is een van de fouten die veel beginnende illustratoren maken, dat ze eigenlijk alles wat ze lezen ook in beeld willen brengen. Veel te veel ook. Terwijl ze eigenlijk hun eigen perspectief erin moeten zien te krijgen. En bijvoorbeeld, nou, om even een klein voorbeeldje ook van mij. Ik heb zo'n versje gemaakt ooit, ik zal hem even hardop zeggen. Ik had drie beestjes van steen. Een vogeltje, een veulentje, een varkentje. Ze zijn gevallen, ze braken stuk. Ik heb ze gelijmd, het is bijna gelukt. Ik heb drie beestjes van steen. Een volentje, een veukentje, een vargeltje. Dat wil ik dan, dat dat in de hoofden van de kinderen of wie het leest ontstaat. Dus ik heb er alleen een soort tube bij gedaan. Als tekening, met iets op een klein etiketje. Maar dus niet letterlijk gaan tekenen wat er gebeurt als je dat soort woorden uitspreekt. Want het is natuurlijk verkeerd opnieuw geplakt. Dus ja, dat vind ik wel belangrijk. Dat het in die zin echt iets toevoegt. Ik hoop dat dit een beetje antwoord was. Ja, een verrijking dus. Dus niet hetzelfde, maar iets Nee, nee. verrijken, precies. Dat is ook nog iets toe te voegen. Dat is soms ook mijn bedenking bij die verder prachtig getekende boeken. Verstrippingen van bijvoorbeeld Elschot of wie dan ook. Waarbij eigenlijk het hele boek, het hele tekst van het boek. De avond is geloof ik ook een keer gedaan van Reven. Waarbij het hele boek nog gehandhaafd wordt zoals het er staat. En daar dan tekeningen bij gemaakt. Maar zodra je tekeningen maakt of zodra je filmt, moet er eigenlijk tekst weg zijn, omdat dat door het beeld wordt verteld. Ik heb ooit één keer een week scenario schrijven in Hilversum kunnen doen. En we gingen uit van een kinderboek van Lindgren, denk ik, een weeshuis. Kinderen en er kwam een echtpaar een kind uitzoeken. En dat werd ook helemaal verteld in dat boek. En we kwamen erachter dat als we dat zouden verfilmen, dan moeten we helemaal niks zeggen. Dan moet die camera alleen maar zo langs die kopjes gaan. Nee, mij. Zonder dat het gezegd wordt. Dus in die zin vind ik dat dan een beetje dubbelop, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het is prachtige tekeningen, daar niet van. Dankjewel. Oké. Dank, Lucas. Zeg, Joke, er worden bij de Kinderboekenweek, nou, worden er altijd griffels en penselen uitgedeeld, maar er worden altijd veel minder penselen dan griffels uitgedeeld.
Ik vroeg me af wat je daar eigenlijk van vindt. God, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Maar dat is wel waar, ja. Er wordt zoveel zilveren griffels en vlag en wimpels uitgedeeld. Dat een heleboel mensen heel trots kunnen zeggen, ik heb de zilveren griffel, terwijl het een heleboel tegelijk zijn. Maar je hebt gelijk, ik heb er nog niet over nagedacht, maar dat is wel waar. Ja. Ja. Zeg, Sanne Menken had ook een vraag. Sanne, zou jij misschien jouw microfoon en video aan willen zetten om je vraag te stellen? Ja, even kijken. Ik had een vraag, want u liet natuurlijk net wat voorbeelden zien van tekeningen en zo. Niet per se door u gemaakt allemaal, maar ik kan me best voorstellen dat iedereen een tekening op een andere manier kan interpreteren. En ik vroeg me af, u wel eens dat heeft geschreven waarbij u het echt aan de verbeelding wilde overlaten, aan de lezer of aan degene die de tekening zag. Getekend dus. Je bedoelt niet geschreven, maar getekend. Ja, getekend. Maar meer. Ja, ik heb er wel eens mee gespeeld. Laat ik het zo zeggen, in bepaalde kinderboeken. Dat je de verschillende dingen in kon zien. Mm-hmm. Of als je de tekening omdraaide, dat je wat anders zag. En ik heb ook eigenlijk vaak zo getekend dat het een beetje open bleef. Dat het meisje eigenlijk jongensachtig was, dat het soms een jongen of een meisje kon zijn. Of dat het de huidskleur niet ingevuld was. Ze hebben het nu heel veel over dat er kinderboeken moeten zijn. Maar als je het omslag ziet van mijn boek, het verhaal van Bobbel, dat is uit de jaren 80, denk ik. Als je dat omslag ziet, het is helemaal geen blank meisje, wit meisje. Maar dat is dan heel, dat is, ik doe dat heel, tong in cheek zou ik bijna zeggen. In plaats van kijk mij nou eens bewust bezig te zijn. Ja. Ja, maar ik speel er wel mee. Ik speel wel met die mogelijkheid op. En ook als je dat niet doet, wordt het natuurlijk wel verschillend geïnterpreteerd. Ieder, net zoals poëzie verschillend geïnterpreteerd wordt. Ja, ja, ja. Oké, okay. Bedankt. Oké. Okay. Dank Sanne voor het stellen van je vraag. Joke, je hebt een aantal voorbeelden laten zien. Als jij een illustrator zou moeten kiezen die jou het meest heeft geïnspireerd, welke zou dat dan zijn? Wie zou dat dan zijn? Ben Shahn. Dat is een Joods-Amerikaanse tekenaar geweest. Totaal anders bezig dan ik. Maar ik ontdekte hem toen ik op de kunstacademie zat en ik was daar heel weg van. Ook omdat hij gebruikte ook heel mooie typografie, mooie letters. En toen later vond ik ergens bij de Slechte of zo een kinderboek waar ze ook speelde met gekke woorden en mooie. Het zag ook heel mooi uit. Maar het is heel anders. Het is met penseel, denk ik. Dat doe ik nooit, behalve als ik schilder. Ja. Die vind ik heel goed. Maar er zijn ook heel goede Nederlandse en Vlaamse tekenaars. Oh, en ja, Peter Vos, daar heb ik me ook. Ik kreeg als puber van mijn oudste broer een boekje van Peter Vos. Een getekend boekje, Klein Poulsinelle, boek voor Anneke heette dat. En toen dacht ik ook, dit wil ik later zo. Weet je wel, dat gevoel. Ik heb het boekje nog altijd. En ook het Sinterklaasgedicht dat mijn broer erbij gemaakt heeft. Dat ik misschien later toch nog wel meer mensen zou tegenkomen die hetzelfde doen als ik. Want ik had het allemaal in mijn tienerkamertje te doen natuurlijk. Ja, dat zijn twee namen die ik graag noem. Ja. Ik zie gelijk in de chat Nicole vragen of je nog eenmaal de namen zou willen herhalen. Dat ze ze niet goed verstond. Van deze twee? Ja. Peter Vos? Ja, die is ook wel gestorven, maar is ook een prachtige tekenaar van vogels, vooral. En Ben Shahn, Shahn. Ben Shahn. Goed. Ik zie nog een vraag van Ineke Vuchteveen. Ineke, zou jij misschien je microfoon en video aan willen zetten? Ja.
is al ze vertrokken. is al vertrokken. Ja, dat is natuurlijk jammer, maar ik kan haar vraag natuurlijk wel herhalen. Ja, Ineke die vroeg, Ineke merkte op dat ze, allereerst dat ze vindt dat je heel mooi kan tekenen. En dat ze wat voorbeelden noemt, het boek van de vos en het paard, hè, wat jij vaak doet. En dat ze kinderboeken vaak veel beter vindt. Waarom, vraagt Ineke, zijn er in boeken voor volwassenen geen tekeningen? Ik denk dat dat lang geleden ooit het idee kwam van dat is iets voor de analfabeten, hè? Zoals in kerken dan dingen verbeeld werden voor de gelovigen die niet konden lezen. Maar het komt er wel steeds meer weer in en ik doe het ook graag. En die graphic novel is wat dat betreft ook een heel interessante vernieuwing geweest. Maar er zijn mensen die zeggen, nee, dat moet je niet doen, want je moet je eigen verbeelding hebben. En tekeningen zitten die verbeelding in de weg. Maar soms worden er heel mooie boeken met tekeningen gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een mooi boek met een aantal dierenverhalen van Koolhaas. Ook wel iemand die er niet meer is, maar het boek nog wel. En bij elk verhaal hebben ze een andere tekenaar gevraagd om er een tekening of twee tekeningen bij te maken. Een mooie uitgave. En ja, die zijn. En je had natuurlijk vroeger ook prachtige heruitgaven van, ik zeg maar wat, Gargantua en Pantagruel met Gustave Doré. Het blijft bestaan, maar het is misschien komt het juist alweer meer, nu we het ook veel meer een beeldcultuur hebben. Als tenminste de boeken nog blijven, hè, dat is een ander verhaal. Dat hoop ik dan maar. Ja, dat hoop ik ook. Iets wat je vast kan houden is altijd fijn. Iets of iemand. Iemand is al een probleem nu met corona, dus iets wat je vast kan houden is fijn. Ja, echt iets in je handen nemen, hè, en dat kunnen waarnemen. Ja, dus ik hoop dat dat blijft. Zeg je ook, er zijn ontzettend veel bedankjes gegeven in de chat. Iedereen is heel blij dat ze hierbij konden zijn. Wij zijn ook heel blij dat jij erbij was, ook al ben je er niet. Hè? Nee. Ja, dat is toch heel raar, maar bedankt hè, hiervoor. Okay. Ik zei al, hè, jammer dat we geen borrel kunnen drinken, maar dat komt vast nog eens. Dat houden we in het vat. Heel goed. En bedankt voor deze ontzettend mooie serie. Hè? We hebben er echt van genoten. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ja. Goed, heel fijn. En voor alle aanwezigen, voor alle bezoekers, bedankt. Bedankt voor het bijwonen van deze lezing, deze serie. En hopelijk tot snel bij een andere Studium Generale lezing. Dan wel live, dan wel via het web. We gaan het zien. Een hele fijne avond. Oké, dag allemaal. Dag.